De Surinaamse Luchtvaartautoriteit, Civil Aviation and Safety Authority Suriname, CASAS, wordt door zowel de directie als het personeel van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, de SLM, gezien als een obstakel bij het certificeringsproces van de nieuwe Boeing 777. Het toestel kwam in december 2019 aan in Suriname. In eerste instantie zou het certificeringsproces eind maart af zijn, maar dat ging niet door vanwege de COVID-19-pandemie wereldwijd. De tweede streefdatum was de derde week van juli, maar die is ook niet gehaald. Het voortbestaan van de SLM is nu in gevaar, vinden de directie en het personeel van het bedrijf. Vanmorgen zijn ze samen met de bond bij elkaar gekomen om te praten over dit probleem. SLM-directeur Rajesh Rajkumar sprak het personeel toe. Het initiatief vind ik prima. Ik ben heel open en transparant. Iedereen moet weten hoe de certificering loopt en waar we nu op dit moment staan. Op dit moment staan we het volgende dat wij afgelopen donderdag en vrijdag hebben de tabletop met succes afgerond. Vrijdagavond was gepland de evacuation demo. Die is afgeblazen door CASAS vanwege, en vrij op een kort tijdstip natuurlijk ook, vanwege ziekte van bepaalde inspecteurs natuurlijk bij CASAS. Wij waren ready om het te doen. En dat geeft je wel een beetje een teleurstelling natuurlijk, van je bent nu iemand bezig om het af te ronden, rond dat ding gewoon af. Vice-president Operations Stephen Gunesh vertelt dat het bedrijf al een jaar bezig is met het certificeringsproces. Het is van belang dat er nu een einde komt aan de bureaucratie. Zoals ik al zei, zijn we in juli 2019 gestart met het accelerated ETOPS project en certificering voor de B777. Dat zou pakweg 3 tot 6 maanden in beslag moeten nemen als het allemaal vlot zou verlopen. In de periode na juli starten natuurlijk ook bij CASAS het een en ander. CASAS en de SLM die hebben beide ook, natuurlijk CASAS ook andere autoriteiten, maar voor CASAS en de SLM was afgesproken dat wij Boeing, de fabrikant van het vliegtuig, ons beide zouden laten assisteren bij het certificeringsproject en traject. Daar het ook voor de SLM, maar ook voor CASAS de eerste keer was dat wij een ETOPS certificering zouden doen. Het traject startte dus bij CASAS dat zij ook hun eigen mensen moesten trainen op dit type. Dat heeft dan ook in juli, augustus plaatsgevonden. Echter in hetzelfde moment startte ook de SLM met het reviseren, aanpassen van de documentatie, de manuals, de handboeken die wij nodig hebben om ons personeel verder ook te kunnen trainen en om de operatie te kunnen dragen. Dit proces, natuurlijk als er een deel van de inspecteurs van CASAS weg is, ja, dan loop je wat vertraging op. Dat hebben wij ook mogen merken, dat zaken toch wel niet zo vlot gingen. Maar anderzijds liepen wij ook weer tegen wat zaken op. En het heeft te maken met de regelgeving zelf, onze CAS-regelgeving, die ook vrij beperkt is. Er is weinig guidance, ook naar de inspecteurs toe. En dat was vice-president Operations van de SLM, Stephen Gunesh, vandaag bij de bijeenkomst van directie, bond en personeel. Het voortbestaan van de luchtvaartmaatschappij loopt gevaar vanwege stagnatie in het certificeringsproces van de nieuwe SLM Boeing 777.